De Segura Elwood is een leren jas van de allerhoogste kwaliteit. Hij is helemaal zwart, maar door de stiksels en de ritsen krijgt hij toch een heel erg speels uiterlijk. Ik ben Mark van Motorkleinzetten TV en dit is de uitgebreide review van de Segura Elwood, beschikbaar op motorkleinzetten.nl. De Segura Elwood is echt gemaakt voor de mensen die rijden op een custom-achtige motorfiets. Op een chopper, stoere nakedbike, maar ook op een tourmotor zou je deze jas goed kunnen dragen. Hij is redelijk uitgesproken qua design en dat komt door de redelijk opzichtelijke ritsen en de stiksels op de schouders en de ellebogen. Hij is gemaakt van 1,3 mm dik super soepel rundleer en is daarnaast heel erg slijtvast. Gemaakt voor gebruik tijdens midseason en zomer. En dat komt omdat leer van zichzelf niet helemaal waterdicht is. We zouden deze jas natuurlijk kunnen inspuiten, waardoor die wel een kleine regenbui zou kunnen overleven. Maar op den duur zal dat toch door gaan lekken. Dan zien we eigenlijk dat de meeste mensen die zo'n soort jas dragen, zo'n motor rijden die ze eigenlijk niet in de winter of met regen willen rijden. Dus daarvoor is deze jas juist heel goed geschikt. Naast dat deze jas is gemaakt van slijtvast en soepel leer, is die ook nog eens voorzien van een CE-keurmerk. Dat betekent dat de hele jas is voorzien van een keuring. Het is Segura, is een Frans merk en daar is deze keuring verplicht. En we zien aan de zijkant zien we het keuringslabel waaraan we kunnen zien dat de hele jas volledig gekeurd is. En dat niet alleen de protectie van een bepaald niveau is, maar ook het materiaal en alle stiksels, weet je eigenlijk zeker dat het van de allerhoogste kwaliteit is. Op de schouders is hij voorzien van een stevige protector. Je voelt en ziet hem bijna niet zitten en bij impact wordt hij harder, waardoor hij heel veel energie kan absorberen. Een vrij comfortabele protector die we ook op de elleboog vinden. En die elleboogprotector loopt echt helemaal door tot onderaan de voorarm. En we zien dat er hier ook stiksels op de jas zitten. Geeft de jas echt een beetje een retro vintage design. Op de rug is hij redelijk clean. We kunnen er nog voor kiezen om deze jas te upgraden met een CE Level 2 gekeurde back protector insert. Deze is los bij te bestellen als accessoire en past naadloos in die pocket. We zien dat de jas hier aan de achterkant ietsje langer wordt. Wij hebben hem gecombineerd met een motor jeans. Je zou hem natuurlijk ook met een tourbroek in het leer kunnen combineren, maar we zullen zien dat de meeste mensen kiezen voor een casual outfit in combinatie met een motor jeans. Aan de achterkant bovenaan de nek netjes afgewerkt met een comfortkraag, zoals je iets verder voorovergebogen op een retro motor zit, je ook geen vervelend materiaal in je nek hebt. Leer is van zichzelf natuurlijk al heel goed ademend en daarom zit er geen ventilatie op deze jas. We zien wel heel veel zakjes, twee grote borstzakjes en aan de zijkant twee steekzakken. We hebben op de mouwen de mogelijkheid om een knoopje vast te maken en eventueel de rits open te doen om handschoenen onder de mouw te doen. En we kunnen deze ook dicht doen en eventueel handschoenen over deze jas heen dragen. Aan de zijkant zien we nog een leuk detail, twee gespjes om deze jas wat strakker rondom de broek af te stellen. Nou, we zien dat hij eigenlijk redelijk goed aansluit, maar je zou er dus voor kunnen kiezen om die nog iets strakker te zetten. Aan de binnenkant, achter de stevige metalen rit, zien we dan eerst een windgoot. Die houdt het overgrote gedeelte van de wind tegen. Ja, daarom is deze jas dus ook voor mid-season gebruik heel erg goed geschikt. In de zomer zou je ervoor kunnen kiezen om die flap opzij te vouwen, zodat er ook via de voorkant nog wat extra lucht binnenkomt. Dan zien we aan de binnenkant de uitneembare thermovoering. Kunnen we door middel van een rits eruit halen. Wordt het boven de 20, 25 graden, rits je die eruit en kun je ook de hele zomer nog prima doorrijden. Aan de binnenkant nog een Napoleon pocket voor eventuele documenten, telefoon en andere belangrijke items. Kunnen we daarin opbergen en kan je dus ook snel bij. Paul is 1,82 meter lang, weegt ongeveer 76 kilo en draagt van deze jas een maat 52. Nou, je ziet dat hij redelijk casual zit. We houden rekening mee dat leer ongeveer een kwart tot een halve maat gaat rekken in de tijd dat je hem draagt. Je zou hem ook nog eventueel een maatje kleiner kunnen dragen. Kortom, een jas, gewoon een neutrale zwarte jas, maar van hele hoge kwaliteit. Die helemaal naar je lijf gaat staan en echt voelt als een tweede huid. Wil je op de hoogte blijven van alles wat Motorkleding Center doet? Volg ons dan op Facebook, Instagram of abonneer je op ons YouTube kanaal. Vond u deze video nuttig? Klik dan op het duimpje omhoog. En wilt u weten wat voor die ideale maat motorjas is? Blijf dan even hangen. Ik ben Mark van Motorkleding Center TV en ik bedank u voor het kijken.